Ayami met oranje tegen Emilia met paars. We beginnen meteen. Emilia gaat erachter. Ayami speelt die. Slag naar het midden toe. Hartstikke goed. Daarmee speel je op een zetje. Nu mag Emilia niet 12-18 spelen. Want dan had jij 28-23 gespeeld. Slag had je die gedaan. Slag had je er 3 geslagen. Had Emilia teruggeslagen. En had je er 2 geslagen, Ayami. Hartstikke goed. Ook hartstikke goed van Emilia dat ze dat gezien heeft. Want zij speelde dus niet 12-18, maar ze speelde 13-18. Heel slim. We gaan verder. Nou, goede opbouw zetten. Jullie schuiven de lijntjes uit. Heel goed. Emilia kiest nu voor een afruil. Eentje weggeven, 2 slaan. En dan slaat Ayami weer terug. Dus dan blijft het gelijk. Nou, dat kan. Is prima. Jullie spelen een goede opbouw zetten, dames. Gaat echt goed. Even kijken. Emilia neemt die afruil. Even kijken. Ja, dat kan. Je kunt ook, Emilia, in deze stand, misschien dat voor jou wat beter is. Kijk, ja, je hebt hier best wel veel schijven op die hoofdlijn staan. En deze schijf hier, die blijft een beetje achter. Hè? Die blijft een beetje erachter hangen. En als je dat probleem, het is toch een probleempje, wilt aanpakken, dan is in plaats van deze afruil met 18-22, is dit misschien handiger. 19-23, slag. Sta je zelf meteen op het midden. He, want door deze afruil komt de Ayami weer terug op het midden. Sta je zelf meteen op het midden. En daarna heb je ruimte om deze 2 schijven zeg maar, ook naar het midden toe te schuiven. Als idee. Maar goed, wat jij speelt, dat kan prima natuurlijk. Zo. Ayami slaat heel goed naar het midden toe. En nu zou je dat trouwens alsnog kunnen doen, hè? Die afruil nemen. Maar dan is het iets minder... Nou ja, het is nog steeds goed trouwens hoor, om die afruil te nemen, als je dat zou doen. Alleen nu zie je, hè, dat doordat je die ruil eerst hier hebt genomen, is jouw centrum, jouw midden, is een beetje weg ook. Terwijl als je meteen die zo had geruild, had je echt een hele sterke centrumstand gehad. Oké, maar we gaan verder met opbouwen, want het gaat mooi gelijk op. Ik vind Ayami dat jij tot nu een hele mooie opbouw hebt. Je bent bezig een heel mooi centrum, een heel mooi midden aan het op te bouwen. Dat doe je echt heel goed. 20-24. 34-30. Ja, dat is een prima zet, Ayami. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dit hier, 39-33, dat lijkt op dit moment een hele goede zet. Maar dan had Emilia dan kunnen halen. Als jij deze had gespeeld, had Emilia die gedaan. Als je zo slaat, dan slaat Emilia natuurlijk meteen zo naar dam. Dat zie je. Maar als je, dus jij speelt die, Emilia speelt die. En als je dan dus hier naar het midden toe slaat, speelt Emilia op de volgende zet deze. Moet jij slaan en dan slaat Emilia zo naar dan. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar dit is een leerzaam zetje. Probeer die maar eens anders thuis op je damset op te zetten. Want dit soort zetjes zit er goed in. Maar goed, sowieso Ayami, jij loopt daar niet in. Hartstikke goed. Jij speelt 34-30. En daarna zou je heel mooi, denk ik, 39-33, 44-39 kunnen spelen. En deze twee schijven naar het midden toe. Maar het ging volgens mij iets anders verder. Even kijken. 15-20. Ja, deze set, die begrijp ik niet. En jij misschien, Ayami en Emilia, uiteindelijk ook niet. Want je geeft hier 1 schijf weg. Emilia slaat die schijf gewoon. Ayami slaat dan wel 1 schijf terug, dus dat weer gelijk. Maar ja, dan wordt die schijf weer eraf geslagen. En dan staat Ayami een schijf achter. Dus met deze set geef je met oranje gewoon een schijf weg en sta je een schijf achter. Ik denk dat dat een foutje was. Ja, want in deze stand kun je met oranje... Sta je gewoon goed hoor, Ayami, met oranje, tot nu toe. En ik denk dat je gewoon 39-33 kunt spelen, 44-39. En deze twee schijven naar het midden toe schuiven. Nou, dan heb je heeft oranje een hele mooie opbouw. En ja, dan wordt het gewoon een hele spannende partij verder. Nou, nu komt Emilia een schijf voor. En dat is natuurlijk alvast een heel belangrijk voordeel. Hè? Als je natuurlijk een schijf voor staat en Emilia staat nu natuurlijk mooi op het centrum. En volgens mij dat ze dat ook... Blijf volhouden. Dus laten we even kijken hoe dat verder gaat. Nou ja, goed. Maar het kan gebeuren natuurlijk. Hè? Ayami, een foutje. Hè? Dus oké. We gaan verder. 10-14. Oh, ik vind trouwens... Ja, ik vind echt... Emilia, jij bouwt het nu echt heel mooi op naar het centrum toe. En Ayami, 45-40, is op zich ook een mooi zet hè, naar het centrum toe. Maar nou is een uitzondering een beetje dat je deze schijf vaak... nog een hele tijd kunt laten staan of kunt gebruiken. Waarom? Omdat je dan nog met 44-40 hier zo
een vork kunt bouwen. Hè? En met een vork, dat weet je, dan kun je zetjes uithalen of kun je afruilen. En op het moment dat je dit veld hier leeg maakt en dat je twee schijven hier op een rij hebt, ja, dan kun je nooit meer afruilen. Hè? Als je die speelt, dan slaat Emilia gewoon hier naartoe. Dat is een beetje het verhaal. En als je dan vraagt van ja, wat had ik in deze stand dan moeten spelen met oranje? Bijvoorbeeld, dat gaat dan inderdaad niet naar het midden toe, maar misschien dan toch 44-40. Dat zou kunnen, hè? Hier zo, want dan heb je die vork waarmee je een keertje kunt ruilen. En even kijken, nou, je zou misschien ook 41-37 kunnen spelen. En heel misschien zelfs deze ruil, 429, slag. En dan proberen om een beetje deze schijf hier te gaan aanvallen, want die staat hier een beetje alleen natuurlijk. Hè? Nou ja, laten we verder kijken. 45-40. 15. Mooie zetten, Emilia. Hele mooie zetten. Oh, oei. Hey, deze. Dit zag ik ook inderdaad in de partij. Ayami, als Emilia zo slaat, dat heb je heel goed gezien natuurlijk. Dan sla jij prachtig naar dam. Maar ja, jij speelt tegen een slimme tegenstander. Jij speelt tegen Emilia. Emilia slaat natuurlijk zo. En daarna zit er geen verdere slagzet in. Dus ja, dan geef je toch ook weer net als daarnet. Geef je een schijfje weg. Ik denk dat het net als daarnet ook weer een rekenfoutje is. Dat je daar net nog even iets langer naar had mogen kijken. Nou, nu staat Emilia twee schijven voor. Emilia, dit zou je moeten winnen. Twee schijven voor. En dat heb je ook gedaan. Dus dat is netjes. Laten we eens even kijken hoe het verder gaat. 10-14. Prachtige opbouw van Emilia. Echt prachtig. Echt heel goed. 34-30. 7-12. Mooi die erbij ook gebracht, Emilia. Heel mooi. 40-35. Ja. 7-12. Hey! Hey, Ayami! Dit is. Deze partij is dit wel een beetje jouw ding. Jij geeft. Want jij, Ayami, jij speelt ook goed, hè? Jij speelt goede zetten. Positioneel gaat het ook goed, zie ik. Alleen ja. Het wordt natuurlijk moeilijk als je steeds. Per ongeluk natuurlijk, een schijf weggeeft en daar geen schijven voor terugkrijgt. Want in dit geval, als Emilia zo slaat, dan sla je er inderdaad drie. Maar ja, als Emilia naar achteren toe slaat, ja, dan heb je gewoon weer een schijf weggegeven. Sta je drie schijven achter en daar krijg je niks voor terug. Daar heeft Emilia alleen maar een betere stand van. En even kijken, in deze stand, ja, je kunt best andere dingen doen natuurlijk, hè, die beter zijn. Dit mag je natuurlijk niet doen, hè? Anders speelt Emilia deze, moet jij slaan en slaat Emilia de twee hier naartoe. Maar ja, je kunt alles is beter dan een schijf weggeven. Emilia dreigt trouwens wel, hè, om deze te spelen, slag en er dan zo twee te slaan. Maar ik denk dat je gewoon hier zo naar de rand toe kunt gaan. Naar de rand toe gaan is beter dan een schijf weggeven. Naar de rand toe en dan sta je in ieder geval, dan hou je die schijf in ieder geval. Oké, we gaan verder. Dus jij speelt die. Hey, dat begrijp ik dan ook niet van Emilia. Waarom Emilia dus nu inderdaad naar voren toe slaat. En daardoor kan Ayami nu drie schijven slaan. Maar ja, als Emilia gewoon naar achteren toe slaat. Ja, oké, het is wel naar achteren toe, maar je wint er een schijf mee. Hè? Ja, dat is altijd een schijf winnen. Dat moet je altijd doen. Ook als je naar achteren toe slaat. Maar goed, laten we even verder gaan. Nu komt Emilia toch weer een klein beetje terug in de partij. Ze staat nog steeds, als ik goed geteld heb, één schijf achter nu. En Emilia heeft nog steeds een mooie aanvallende centrumstand. Maar het verschil is nog maar één schijf. Hè, dus dat Emilia, of Ayami komt weer een klein beetje in de buurt. En krijgt dus weer een beetje kansen. Als Emilia fout zou maken. Maar goed, tot nu toe, Emilia, je opbouw is echt geweldig. Perfect. Beetje een opbouwfase. Oei, en. Ah! Oh, dit is. Dit is heel slim gespeeld van Ayami. Want ik dacht eventjes. Want even kijken. Oh ja, Emilia zag het ook niet. Emilia, jij speelt deze op zich een logische opbouwzet. Maar ja, Ayami speelt natuurlijk op een zetje. En dat haalt ze nu ook uit. Hè? Zij speelt nu deze. Paars moet slaan. En Ayami slaat naar dam toe. Echt heel mooi gezien.
Maar stel nou dat Emilia gezien zou hebben, hè, van hey, op de volgende set kan Ayami dit spelen. En Emilia trouwens, dat had je mogen zien, hè, dat had je mogen zien. En je zou denken van oké, dan ga ik dit veld hier dichtzetten. Hè, dan kan Emilia, dan kan Ayami wel dit spelen. Maar ja, dan sla je zo, maar dan kan Ayami niet doorslaan, hè, dan sla je terug, zo of zo. En er zit er geen damset in. Maar ik zie nu dat dan had Ayami eerst deze schijf erbij kunnen geven. Dus stel, hè, Emilia speelt deze, 8-12. En dan kan Ayami vervolgens deze spelen. Slag, die, slag. En dan slaat ze alsnog heel mooi hier zo naar dam toe. Ik weet niet of jullie het allebei allemaal hadden gezien. Maar in ieder geval, dat is een hele mooie mogelijkheid. En stel nou dat jullie dat hadden gezien, hè, dat is dat 8-12 niet werkt. Dan is er nog maar... dit mag natuurlijk ook niet. Hè? Je mag dus, Emilia mag dus niet deze spelen. Of mag wel. Maar dan had Ayami deze gespeeld. Moet Emilia slaan. En dan slaat Ayami helemaal hier naartoe. Hè? Dus dat is ook niet het antwoord voor Emilia. Dus de enige manier, Emilia, waarop je jouw stand, jouw voorsprong kunt redden in deze stand. Dat is 19-24 spelen. Want ja, nu kan Ayami deze wel spelen, 429. Maar ja, dan sta je... Dus natuurlijk niet met deze schijf, maar dan sta je met deze schijf. Sta je weer een schijf voor en dan sta je gewoon nog meer gewonnen. Maar ja, wel heel slim van Ayami geprobeerd, want het is natuurlijk een kans. En nou ja, Emilia, jij speelt deze net iets te snel, denk ik. En ja, dus eigenlijk, dus, ja, als je dat ziet, hè, dus deze set verliest, of in ieder geval verliest. Deze set laat die slagmogelijkheid erin. Deze set laat die slagmogelijkheid erin. Dit mag niet. He, dus van, alleen dit mag. Dus dit is de enige set. Nou ja, dat is best wel. Daar moet je best wel even goed naar zoeken. Voordat je die set gevonden hebt. Nou ja, daar heb je natuurlijk ook die bedenktijd voor. Maar goed, even kijken hoe dat nou verder gaat. Die. Slag. Nou, Ayami, knap. Dan. Heel goed. En nu is Emilia aan zet. En wat kun jij nu doen, Emilia? Ik zit even te kijken of je de dam zou kunnen afpakken meteen. Nee, ik denk dat je... Oh, jeetje, het is wel heel erg. Oh. Ja, nu moet je, Emilia, nu moet je eerst 1924 spelen. Want als je nu meteen doorloopt, en ik vrees dat je dat gedaan hebt, dan kan Ayami deze spelen. Moet jij slaan. En dan slaat Ayami met de dam helemaal zo. Pats, alle schijven eraf. En dan heeft ze gewonnen. Even kijken hoe het verder gaat. Ja, jij speelt die. En nu, Ayami, nu kun jij winnen, hè? Nu kun jij deze spelen. Slag. En dan slaat en dan sla jij slag, slag, slag. Gewonnen stand. Maar volgens mij... Oh, nee. Dit is even... sorry, dit is een denkfout van mij. Jij slaat natuurlijk op slag. Ayami staat op slag. Dus je moet slaan. En Emilia heeft daardoor vrije doorloop naar dam. Oké. Nou, dat is dan... Dat is dan goed. En dan heb ik daarnet even onzin verteld. Oké. Slag. Die. Goh. De partij ziet er nu opeens heel anders uit. Hè? Nu staat Ayami staat voor... 2, 4, 6, 7 schijven tegen 4 schijven van Emilia en allebei een dam. Dus nu zou je zeggen, nu gaat Ayami winnen. Terwijl, ik zit even te denken, eerst stond Ayami 2 schijven achter en nu staat ze 3 schijven voor. Dat is wel een heel groot verschil, hè? Aan de ene kant knap van jou, Ayami, dat je zo goed bent teruggekomen. Aan de andere kant, Emilia, zo ver moet je Ayami natuurlijk niet laten komen, hè? Deze had je eerder in jouw voordeel kunnen beslissen, denk ik, deze partij. Het gaat alsnog goed, trouwens, als ik goed heb. Even kijken. Jij slaat die schijf eraf. Ayami gaat daar naartoe. Emilia heeft een trucje. Ja. En nu moet je even opletten, Ayami. Nu moet je natuurlijk even opletten dat je niet je dam laat afpakken. En ai, dat doe je wel. En nu heeft Emilia weer de truc. Nu moet Ayami slaan. Slag. Ja, nu. Slag, slag. Ja, nu, sta je weer, nu, staat Ayami, nu staat Emilia weer gewonnen. Nou, dat is slim gezien, Emilia. Een partij met zeer wisselende kansen dus. Heel leerzaam. Even kijken hoe het nog verder ging. Die.
Even kijken. Je kunt trouwens, Emilia, op dit moment kun je gewoon kun je altijd een schijf winnen. Als je gaat hier naartoe met je dam. Als je hier naartoe gaat met je dam, dan moet Ayami wel naar de zijkant toe. Hè? Want anders dan sla je die schijf eraf. En dan ga je naar dit veld. En dan is er, ja, dan kan Ayami nergens meer naartoe. En dan sla je gewoon die schijf eraf. Heb je weer een schijf gewonnen. En dan, nou ja, dan ben je nog sneller. Even kijken. Nou ja, dat doe je niet. Ayami gaat natuurlijk proberen om nog een keertje naar dam toe te komen. Begrijp ik. Ja, ik denk echt, Emilia, die schijf hier, die staat voor het oprapen. Die had je eerder mogen pakken. Meteen mogen pakken. En nu kun je, even kijken, nu kun je volgens mij ook een schijf winnen. Als je die speelt, dan moet Ayami weg. En dan ga je er zo achter. Dan moet Ayami weer weg. En ga je er zo achter. En dan win je die schijf. Met je dam. Hetzelfde verhaal met deze schijf. Even kijken hoe het verder gaat. 13, 19, 3, 24. Nou ja, het gaat op zich gaat wel goed. Dit zou moeten winnen met paars. Maar, even kijken, die. Nou, de slim van Yami, hè. Ze haalt de paarse dam van deze lijn af. En nu kan ze weer een lijn verder gaan. Heel goed. Nou ja, maar nu nog steeds kun je gewoon winnen, Emilia. Nu moet je natuurlijk met je dam, natuurlijk, maar nu moet je met je dam hier naartoe. Dan kan Emilia, dan kan Ayami kan, alleen nog maar deze spelen. Dan sla je deze schijf, sla je eraf, ga je hier naartoe. En als Ayami dan hier naar dam toe wil gaan, dan mag dat. Dan speel je deze, moet Ayami met de dam slaan en dan sla je met de dam alles eraf. En dan heb je gewonnen. Even kijken of dat ook zo gaat. Ik dacht het niet. Nee, zo gaat het niet. Nee, met deze set geef je denk ik dat je de winst uit handen geeft, Emilia. Want dat geeft Ayami gelegenheid om door te lopen naar dam. Kijk, als je dus hier naartoe was gegaan met je dam, dan was het geregeld. Dan had je gewonnen. Ja? Omdat je dan die belangrijke triktraklijn hebt. Triktrak heet dat. Hè? Ayami kan alleen maar hier naar dit veld toe. En dan kun je een vangstelling opbouwen, wat je daarnet liet zien. Zet maar op jullie damset en speel het maar na. Dan zul je dat zien. In ieder geval, nou ja, hiermee. Deze zet, op de volgende zet moet Emilia slaan. Geeft Ayami de gelegenheid om door te lopen naar dam. Ik neem aan dat. Oh, dat doe je niet. Ayami. Nou, dan kan Emilia nu alsnog winnen door met haar dam hier naartoe te gaan. Dan moet Ayami de volgende zet slaan en dan sla je die schijf eraf. Nou ja, dat is helemaal einde. Einde verhaal. Even kijken of dat gebeurt. Nee! dus nu krijgt Emilia toch. Nu krijgt Ayami toch weer kans om door te lopen naar dam. Doet ze dat? Ja, dat doet ze. Even kijken. Die. Ja, nu wordt het nog een hele partij. Kijk, de partij had nu al lang dus afgelopen kunnen zijn. Hè? Dus dat op het laatst had Emilia natuurlijk kunnen winnen. Maar ja, hoe dat nu verder gaat. Even kijken wat er allemaal gebeurt nog. Ik ga er niet heel lang naar kijken. Even kijken of er nog een trucje in zit of zo. Slag. Oh, Emilia slaat die schijf er ook vanaf. Wacht eens even. Nee, dat is. Oh ja, dit is een remise eindspel. Ja, ja, ja. Hier gaan heen en weer met de dam. Ja, ja. Ja, omdat je paars, dat is dus Emilia, heeft twee dammen. En nou, je kunt met Ayami, jij kunt wel natuurlijk van deze twee schijven kun je waarschijnlijk ook nog wat dammen maken. Dus jij kunt ook vier dammen halen. Maar je hebt om één dam te vangen heb je eigenlijk al die vier dammen nodig. En op het moment dat je een vangstellingtje opbouwt en je geeft twee dammen weg om één dam van Emilia te slaan, dan hou je zelf nog maar twee dammen over. En met die twee dammen kun je niet meer winnen van die andere dam van Emilia. Dus daarom is dit een remise stand. Oké. Okay. Een leerzame, heel onderhoudende partij. Ja, goed. Ik zou zeggen, speel deze analyse na. Zet je damset op. Probeer de tips die ik heb gegeven, probeer die allereerst zo vanaf de video, vanaf het bord te volgen. En als je denkt van, hey, hoe zit dat? Klopt dat wel wat hij zegt? Zet dan even de stand op je damset. En speel even de zetten na die ik aangeef. En dan ga je het zien. Ik denk dat je daar ontzettend veel van leert. Jullie spelen allebei positioneel al heel goed, heel mooi.
En ik denk dat het op dit moment eventjes is, het belangrijkste is de slagzetjes. Om daar wat verdere stappen in te maken. Dat doen we nu natuurlijk ook op de maandagavond. Angel geeft jullie natuurlijk iedere avond ook les. Onder andere natuurlijk de meest voorkomende slagzetten die in het damspel voorkomen. Nou ja, je gaat steeds meer gaan zien dat die slagzetten die je met Angel leert en bekijkt, dat je die ook in je partijen kunt gaan toepassen. Oké. Bedankt voor jullie partijen. Hartstikke goed.